Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Rivke, we komen niet toe aan een staatsbezoek dit weekend, hè? Nee. Waarom niet? Wat gaan we vandaag wel doen? Bijten. Oh, ja. Heel belangrijk om de dag te beginnen met Subway. Ja, vind ik wel. Nou, zullen we dan maar heen gaan? Yes. We gaan naar de kermis! Dit is toch geen marteltuig? Ik ben veel ruigere en zijn bereiken, moet ik zeggen. Ja? Hoe eng vind je dit? Ik vind dit best wel eng. Tering, het is diep zo. Ah joh. Wel mooi toch? Prachtig! Weet je wat dit? Mijn idee! Voel je ook een beetje de wind zo onder je bakje? Dan schommelt hij een beetje. Is voor de ervaring extra leuk. Ja, leuke ervaring. Ja. Ja, film jezelf maar. Ik denk dat dat een blijer gezicht is dan mijn stresskop. Ja, hij maakt een beetje af en toe enge geluiden, maar dat valt toch gewoon wel mee. Ja. Hoeveel hartjes op de zin? 3. Waarom 3? Omdat het doet gewoon zeer. En het is eng. En ik ben hier niet voor gemaakt. En nu ik mezelf al hoor, 2. 2 hartjes. 2? Ja. Oké. En jij? Ik denk 4, want ik mag een klein kind zijn en dat ben ik van binnen. Van binnen. Ja. Oké. Robin, dankjewel. Ik ook voor jou. Ik ga verder. Dus, we zijn weer thuis. Hoe was je kermis? Hoe was mijn dag? Ja, hoe was jouw... Ja, wat heb jij gedaan vandaag? Ik heb vandaag bij de Subway ontbeten. Oh. En daarna zijn we de kermis over geweest. We zijn een minionrijker. Yay, minion. We hebben hele enge dingen gedaan in een reuzenrad. Ja, dat is wel... Wat heb jij gedaan vandaag? Ja, eigenlijk, je raadt het nooit, maar eigenlijk hetzelfde. Nee. Het is zo raar aan zo'n date dat je dat dan met z'n tweeën doet. Dus, hoeveel hartjes op de Rivkes hartjesmeter? Ik denk 4. Ik denk ook 4, ja. Ja, waarom denk jij 4? Omdat er toch wel dingen zijn die je dan... Heel misselijk maken, maar daar hoef je helemaal niet in. Dat is wel fijn. Tenzij je vriendin de funhouse in wil. Word je daar misselijk van? Ben gewoon een oude man, laten we dat even vooropstellen. Oké. Nou, dan rest ons nog één ding. Super doei!